Ja, we zijn hier in Interpol in Kerkrade. Ik ben Meander Willems, ik werk hier als fysiotherapeut. En wij doen ook de coronarevalidanten revalideren. Ja, de revalidatie zelf die bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler dus zijn de ademhalingsoefeningen. De tweede pijler is een stukje educatie, dat we iemand ook uitleggen van goh, wat is er nu aan de hand met de corona. En waarom voel ik mij ook zo slecht, hè? En waarom heb ik die en die klachten? En de derde pijler is het opbouwend belasten, hè? Dus dat we heel laag beginnen en dan steeds wat zwaarder gaan insteken om de conditie en de spierkracht te verbeteren. Zo'n traject is per persoon verschillend. We steken hem in met 3 tot 6 maanden in het begin. En we proberen maximaal 50 behandelingen te gebruiken om iemand weer echt terug aan de job te krijgen en in, zoveel mogelijk terug in het dagelijks leven. Dus Monique, die is ook binnengekomen met corona. Hoe was jouw ervaring hier met de revalidatie? Ik ben Monique Pluijmen. Ik ben werkzaam al 25 jaar op de Hambos. En dat doe ik met heel veel plezier. Maar sinds 10 januari had ik helaas ook corona. En op dat moment, dan werd toch mijn wereld heel anders dan dat het normaal was. Godzijdank kreeg ik dus de mogelijkheid via Meander om toch het traject hier te kunnen gaan volgen samen met mijn therapeut Meander. En hij heeft, doordat ik dus laagdrempelige oefeningen samen met jou heb kunnen doen, die hij me ook heb aangeboden, heb ik toch die kracht, blijf ik toch iedere keer weer een stukje meer er bovenop te komen. Het is heel mooi om te horen, Monique. En hoe voel je je nu? Ik voel me nu staker dan ooit.